Hi, dankjewel dat je kijkt weer naar mijn travel vlog. En ik zit nog steeds in Korea. Mijn tweede week in Zuid-Korea begint in een spa, of zoals de Koreanen het noemen, een gymjeolbang. In een gymjeolbang heb je heel veel sauna's en zwembaden. Sommige backpackers overnachten hier zelfs in plaats van een hostel, omdat het gewoon goedkoper is. Ik kan binnen natuurlijk niet filmen, maar het was een geweldige ervaring en na afloop ben ik weer helemaal relaxed. Het Seoraksan Park staat heel hoog op mijn lijstje van must-do's en daar ga ik de hele week aan besteden. Hiervoor vertrek ik de volgende dag naar het stadje Sokcho. Het Seoraksan Park ligt in de buurt van het stadje Sokcho en dat stadje is wat mij betreft echt een cultstad. Al die gigantische bakken met zeedieren en de woeste havenmensen. Ik krijg echt een beetje het gevoel van alsof ik in een Quentin Tarantino film zit. Check trouwens hoe schattig de gezamenlijke zitruimte slash keuken is van de plek waar ik verblijf. Ik kan bananenpannenkoeken maken en ontbijt hier elke dag met zoveel plezier. Oké, en dan kom ik dus voor het eerst aan in het Seoraksan Park. Ik ben compleet weggeblazen door de schoonheid, maar ook door het bizarre besef dat je in je droom loopt. Jeetje joh, ik kan gewoon niet geloven dat ik hier sta. Ik bedoel, een jaar geleden zag ik deze plek in een van, geloof ik, een CNN-lijstje van mooiste plekken van de wereld. En het is echt nog zoveel mooier dan wat je op de plaatjes ziet. En sowieso het gevoel dat je er staat is zo, zo onwerkelijk. En weet je, ik zie comments van jullie. Je bent zo'n inspiratie voor me en ik zou nooit durven doen wat jij wilt doen. Of ik wil juist doen wat jij wilt doen. Maar weet je. Ik ben ook bang. En als ik dit soort dingen moet doen, dan denk ik maar gewoon, weet je waar ik nog veel banger voor ben? Om te sterven met gedachten als wat als, oh, of ik wou dat ik dit had gedaan. En de enige reden waarom je die dingen niet hebt gedaan, is omdat je er bang voor was. En dat vind ik gewoon geen goede reden. Dus vandaar dat ik ook mezelf maar dwing om dit soort dingen te doen. En als je eenmaal bent, valt het echt mee. Het is eerder zo'n bizar gevoel van, oh my god, ik kan gewoon niet geloven dat ik dit heb gedaan en dat ik hier sta. En voor de mensen die zeggen, weet je, ik heb ook Masha's video gezien van You Can Do It and I Love It. I Love 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 It. Voor de mensen die zeggen, oh, maar er zijn zoveel redenen waarom je dit niet kan doen of bla bla. Luister, ik kom van niks. Letterlijk van niks. Mijn ouders zijn met een auto naar Nederland gevlucht met hun twee kinderen en wat kleren in de achterbak. Toen we hier aankwamen, waren hun diploma's niet eens erkend. Ik heb hier gewoon echt, ja, letterlijk mijn ass voor afgewerkt en misschien iets te hard voor gewerkt. Ik zou zeggen, doe er misschien iets langer over. Werk niet zo hard dat je een burn-out krijgt. Maar trust me, je kan echt zoveel dingen overwinnen als je het wil. Doe het gewoon. Maak jezelf gelukkig. Want we hebben zo'n bevoorrechte positie in Nederland waar wij wonen. En dat je zoveel dingen als vrouw al überhaupt mag doen. Doe het. Echt waar. Maak jezelf gelukkig. Ik kan niet uitleggen wat voor diepe indruk Seoraksan op mij maakt. Het park is waanzinnig mooi en ik beklim als eerste de Ulsanbaatje-rok. Ik word echt enthousiast van dit soort bruggen. Ik vind het echt heel vet. Let's do this! Wauw, kijk dan! Ik voel me serieus net Heidi. Ik word super enthousiast van bergen. Heel, 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 heel enthousiast. Ik denk niet dat je deze berg moet beklimmen als je hoogtevrees hebt hoor. Dit is voor mij al, ik heb niet echt heel erg hoogtevrees. Maar ik vind het al vrij spannend om het zo maar te zeggen. Kijk. Het is wel echt waanzinnig. Wauw. En ik ben nog niet eens bij de top. Nog maar 5000 treden te gaan ofzo. Die laatste mountain. Wow, dit is echt gewoon onvoorstelbaar mooi. Je beseft het gewoon niet. Dit, volgens mij, weet je, ik film het nu, maar ik denk niet dat je gaat ervaren wat ik ervaar
als ik hier sta. Kom dit met eigen ogen zien, echt waar. Het is zo mooi. Ook doe ik een andere route waar ik twee watervallen zie en een Indiana Jones brug overga. Yo, nog even. Dit. Zo mooi. Ik ga hem doen hoor. Dit is zo bizar. Op Instagram kan je lezen dat ik af en toe ook wel eens niet leuke dingen meemaak. Dit was er zo een van. Lol, ik heb echt geen idee wat ik heb besteld. Ik denk dat het sashimi is. We gaan het zien. Verse sashimi, letterlijk net 5 minuten uit het aquarium. Met salad wraps. Als ik serieus zo meteen $5 moet afrekenen, word ik helemaal gek. Nou, dat was dus echt geen feest. Na afloop vraagt de vrouw me namelijk om 50.000 won af te rekenen, wat $50 is. Dat heb ik natuurlijk helemaal niet. Dus ik geef haar de 15.000 won die ik wel heb. Ik heb echt oprecht geen idee of ze me probeerde op te lichten of dat ik dus uiteindelijk echt te weinig heb betaald. Maar ik word er zo verdrietig van. Echt, ja, ik vind het gewoon zo jammer, want het was heel gezellig en ik vond haar zo lief en het eten was heel lekker. Ja, ik moet gewoon iets doen om mijn mood beter te maken. Ik loop daarom een flink stuk langs het strand, doe daar een dutje, want het is vrij lekker weer. En pas vervolgens mijn ultieme sad panda remedie toe, een supermarkt. Dit is dus wat ik doe als ik me verloren voel, heimwee heb of iets rots mee heb gemaakt. Ik zoek een gigantische supermarkt op en ga allemaal nieuwe dingen ontdekken wat me gewoon afleidt van dat rotgevoel op dat moment. En dan meestal voel ik me achteraf al beter. Supermarkt geweest en gewoon lekker rondgekeken en ik ben weer happy. Yay. Ik heb trouwens rijstwafels en melk gehaald. Niks bijzonders, maar ik was wel €4 kwijt. Een paar dagen later doe ik ook nog een andere hike route naar een grot hoog in de bergen. Ja, dit alles laat me beseffen hoe gek ik ben op hiken. En hoe weinig we dat eigenlijk in Nederland kunnen doen. Ik vind dat echt een heel groot gemis. Het is zo'n goede manier om te bewegen. En als je dan bij de top uitkomt, is het geluksgevoel waanzinnig. Terwijl je daartussen ook nog eens van alle mooie uitzichten hebt genoten. Met name in Seraksan voelde ik dit zo erg. Wauw, wil je hier niet gewoon een duik in nemen? Kijk hoe cool. En daar dan vanaf glijden. Ah! Te mooi. Ik moet dan ook zeker een keer terug in de herfst, wanneer alle blaadjes heel mooi herfstig rood gekleurd zijn. En wanneer de hoogste top open is. Die was nu dicht in verband met de winterperiode, wat ik best wel jammer vond. Maar niettemin was mijn bezoek aan Seraksan tot nu toe echt het hoogtepunt van mijn reis. Yo, nog even. Dit is echt ziek mooi. Echt. Er zijn gewoon geen woorden voor hoe mooi ik deze berg ga vinden. Ik heb nog niks gezien wat zo mooi is als dit park. Bovendien kwam daar ook ineens even heel hard het besef binnen dat ik in mijn droom leef. In het begin had ik dit nog niet helemaal door. Maar wanneer ik door het park loop, verwacht ik echt elk moment wakker te worden. Wat gelukkig natuurlijk niet gebeurt. En ik ben zo intens dankbaar dat ik dit heb mogen zien en heb gedaan. Na deze indrukwekkende week keer ik weer terug naar Seoul, want er staat nog een bucketlist item op me te wachten. Een K-pop concert! Hoe dit was, dat zie je natuurlijk volgende week. Abonneer je voor zover je dat niet hebt gedaan. En dankjewel voor het kijken!